Goedendag, ik ben Jan-Pieter van Moormarine en vandaag kijken we naar de nieuwste valstopper van Spinlock, de XTR. De XTR is de nieuwste valstopper van Spinlock en is geschikt voor lijnen van 8 tot en met 12 mm. De stopper weegt slechts 340 gram en is daarmee ook nog eens ontzettend licht. Nou, wat is nou het unieke aan deze valstopper? Dat heeft te maken met de bovenste en de onderste klem. De vorige valstoppers die hadden allemaal een vaste basisplaat. Dus eigenlijk op deze manier. De bovenste kam die werd daar ingedrukt met de lijn daartussen. Nou, wat zien we nu bij de nieuwe valstopper is dat de bovenkam en de onderplaat samen gaan werken. Dus als de lijn wordt vastgehouden gaat de kam van boven naar beneden. En de onderplaat die schuift ook een beetje mee naar voren en naar achter. Nou, en wat het grote voordeel daarvan is dat je ontzettend goede houdkracht hebt en nog minder slijtage. Die werking kunnen we hier ook een beetje zien. Hier aan de onderkant zien we de basisplaat en als ik de hendel ga openhalen, zien we die naar achter verschuiven en weer terug naar voren. Nou, ik heb ook even een inbussleuteltje meegenomen om te laten zien hoe deze stopper er van binnen uitziet. Een groot voordeel van de XTR stopper is dat die heel makkelijk te demonteren is en ook nog eens van bovenaf. Dat betekent dus dat de stopper niet meer van dek af hoeft te worden gehaald om onderdelen te vervangen of om ze een keertje goed te servicen en uit te spoelen. Met deze inbus halen we de hendel er vanaf en dan hebben we hier de tweede inbus zitten. Draaien we die los. Zo. En dan kunnen we de stopper uit elkaar halen. Kijk, op deze manier. Nou, hier zien we meteen een beetje hoe het binnenwerk in elkaar zit. En als we daar even op inzoomen, dan zien we zowel de bovenste als de onderste klem samenwerken. Hier zien we het zwarte, dat is de bovenste klem, en dit metalen gedeelte, dat is de onderplaat. En als ik die nu open doe, dan zien we het geheel samenwerken. Vanaf de zijkant zien we dus ook dat de basisplaat naar achter wordt geduwd, op deze manier. Nou, de behuizing is gemaakt van geanodiseerd aluminium, lekker dun, lekker licht. Er komen twee M8 bouten komen erin, die worden vastgehouden door een zeskantige vorm aan de binnenzijde, zodat het heel makkelijk te monteren is. De XTR-stopper is leverbaar in zwart, in het wit, in het zilver en in het citroengeel.